Ja, wat doet de literaire agent eigenlijk? Dat is een van de meest gestelde vragen die wij vaak krijgen. Ik denk dat het in drie punten is een beetje samen te vatten. Het eerste punt zou dan zijn hè, naar publicatie toe of naar het manuscript toe. Dan zijn wij een sparringspartner met de auteur. Dus wij gaan echt met een auteur samen aan de slag inhoudelijk. We gaan het hebben over het manuscript, we gaan het hebben over de personages, over de structuur, over de schrijfstijl. Om tot een zo goed mogelijk halffabrikaat te komen wat we uiteindelijk kunnen aanbieden aan uitgevers. En daar kan best wel wat tijd overheen gaan. Dus dat is best een intens traject. Wat vaak fijn is voor auteurs, omdat er echt serieus naar de tekst wordt gekeken. Het tweede stukje is eigenlijk de rol van belangenbehartiger. Zodra wij het manuscript goed genoeg vinden, of deel van het manuscript goed genoeg vinden, gaan we met het manuscript op pad bij verschillende uitgevers. En dat betekent dus dat wij dat hele veld van uitgevers kennen en wij de uitgevers selecteren waarvan wij denken dat het manuscript en jij als auteur goed passen. Dat hele traject, daar hebben wij eigenlijk een soort gatekeeping al gedaan. We hebben een selectie gemaakt en dat weet die uitgever ook. En die uitgevers weten ook dat het vaak bij andere uitgevers ligt. Dus wij maken een soort concurrentiepositie voor dat manuscript en voor jou als auteur. Met natuurlijk als doel de allerbeste deal te maken. Het is echt een zakelijk deel van ons werk. Wij maken de beste deal in royalties, de beste deal in voorschot wat je krijgt voor een boek. En alles erop en eraan. Nou, als we dat hebben gedaan, gaan we naar het volgende punt. En dat is eigenlijk, daarin ontzorgen we de auteur. Lelijk woord, maar dat is wel wat we doen. Want het manuscript maken, wat je met ons doet en daarna met de redacteur bij een uitgeverij, is natuurlijk één ding. Maar daar komt ook heel veel bij kijken. Publiciteit op een gegeven moment, een omslag. Het moet naar een aanbiedingsfolder bij veel uitgevers. Er wordt een redactie op gedaan en wij zijn eigenlijk bij dat hele traject zijn wij betrokken. En zodra er ook maar iets is waar een auteur denkt van hé, dit voelt niet goed of dit is niet prettig, gaat het altijd zo? Dan zijn wij gewoon een vraagbaak voor jou als auteur. Want wij kennen deze wereld en wij weten wat de uitgevers wel en niet doen en wat goed is voor hen en voor jou. Dus we zijn eigenlijk constant betrokken. Dus eigenlijk in de notendop zijn dat de drie dingen die een agent met name doet. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube kanaal voor andere video's of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.